Nou, lekker wel even tijd in deze tijd. Allemaal van harte welkom voor de opening van de 35e kampioen van Amersfoort. Ik wil de voorwaarden onze bondsvoorzitter, de heer Rijn Krephorst. Geachte bestuur, dames en heren. In de eerste plaats wil ik u als bestuur heel hartelijk danken voor de uitnodiging dat ik vanavond hier aanwezig mag zijn om deze tentoonstelling te openen en tot mijn groot genoegen ook de prijswinnaars bekend mag maken. Ik wil eigenlijk beginnen door u heel hartelijk te feliciteren, u als bestuur, maar u ook als leden van de vereniging Kweeklust met de 50 jaar jubileum. Kweeklust Hooglanderveen, opgericht 7 februari 1962, toen al in Hooglanderveen. En de vereniging ging toen meteen heel voortvarend van start. Ook in datzelfde jaar, 1962, werd er meteen al een tentoonstelling georganiseerd. Een wedstrijd met 40 vogels, ingezonden door 16 leden. Nou, 16 leden die brengen in deze tijd nog wat meer dan 40 vogels op de plan. Ik heb me laten vertellen dat er leden zijn die alleen al 40 vogels hier brengen. Met zulke leden moet u heel erg blij zijn. En ook hier heeft de vereniging de nodige sprongen gemaakt. En dat ziet u vanavond. Een prachtige show hebben ze neergezet. Die zeker het kijken en waard is. Met een bijzonder goede kwaliteit aan vogels. Dan de clubkampioenschappen. De clubkampioenschap wordt gespeeld over 10 vogels. Tweede en eerste, allebei 922 punten. En dan gaat de 11e, 12e, 13e vogel meetellen. En dan is er 1 tweede en 1 eerste. En tweede is geworden de Sportkwekers met 920 punten, Jan Havelaar. Ik heb niets voor je, maar ik wil je toch graag feliciteren. Blijft er nog één over en dat is Kweeklust Hooglanderveen, Tom Efskamp. En daar is een geweldige wisselbokaal. En dan moeten we eens tweeën dragen, heb ik net gezien. Dus als dan op de secretaris even naar voren komt, dan mogen ze hem samen in ontvangst nemen. Dan is het nu zover dat u zo dadelijk naar uw eigen vogels, maar zeker ook naar de vogels van uw concurrenten mag gaan kijken. Want ja, belangrijk om toch de vogels van de winnaars is met uw eigen vogels te vergelijken en eens te kijken waar de grote verschillen zitten. En veelal kun je het zien. Maar je kan ook eens vragen aan je collega keurmeester, mag ik, of aan je collega kweker, mag ik iets op jouw keurbriefje kijken, wat die keurmeester daar nu voor opmerkingen gemaakt heeft. Belangrijk om dat te blijven doen. Ik wens u straks een veilige rondgang langs de vogels en hiermee is deze tentoonstelling ook op. Jan, gefeliciteerd met je clubkampioenschap. Dankjewel. Van Amersfoort? Ja, van de 4 Amersfoortse verenigingen. Eerste plaats. Ex-eco met Hoogland. Maar omdat wij 1 vogel met 92 punten meer hadden als hun, is het kampioenschap naar ons gegaan. En gaan jullie nog verder als club? Of als, nou, als club niet, maar als individueel kunnen er nog wel mensen nog naar het bondsshow in Zutphen in januari. En waarom gaan jullie niet als club verder? Nou, dan moet je minimaal 3 inzenders hebben per vogelsoort. En die hebben we op het moment niet. Dus de goede oude tijden van Waleer? De tijden van Zeil en van Kleinwee, die zijn er niet meer. Nee. Dat is iets veranderd. Ik vind het jammer. Ja, dat is wel jammer, ja. Is er nog hoop dat er nog een keer... Ja, hopen moet je altijd natuurlijk, hè. In ieder geval gefeliciteerd met je 50 jaar bestaan. Dankjewel. En hoe lang ga je nog door? Nou,
Ik zal de volgende 50 niet meer gaan halen, maar we willen nog wel even doorgaan.